Ja, hier is natuurlijk Fishy weer en welkom bij Destiny 2. We gaan, de map openen en we kunnen maar één missie doen en dat is de Red War. En dat is campaign dus, Quarantine Sector 2, 3, 6, European Dead Zone. En let's fucking go. Drop een like. En geniet van de game, zou ik zeggen. Laat in de comments achter of jij de game al aangeschaft hebt natuurlijk. En het oude bekende laatste schermpje is alweer terug. Al is het natuurlijk al een andere achtergrond. Ziet er toch weer net even beter uit. En trouwens, klaar, dat gaat iets sneller, zo te zien. Ik vind het redelijk snel gaan. You sure you want to do this? That shard is the reason this place is called a dead zone. We have to. It's a sign. Yeah, a sign that says dead zone. Mm-hmm. Respawning restricted. Okay. You know, find a way to the shard of the traveler. Charming enough. I mean, nothing says come visit, like a dark haunted forest. But non-guardians aren't supposed to leave the city. There's a small gap in the wall. Hard to see, but it's there. Here's the thing about city rules. They stop applying once you leave the city. Yeah. Autootje. Van vroeger nog. Voor de duidelijkheid speelt het natuurlijk af ver en ver en heel ver in de toekomst. Ik moet nog even jumpen ondertussen. Let me know when you reach me. Ja. Hawthorne, can you hear us? Signal's dead. Aan de grond in. Switch to power weapon. Did you hear something? Ik hoorde wel iets, ja. Wat een vent aan de hand. The fallen. Dat is een torch. Sneaky! Close. Oh! Bitch! Oh! Those fallen weren't wearing any house colors we've seen before. En ik zie niks meer. Oh, daar. Spanning restricted. Mm-hmm. Blacknet Forest. Hey. Dat is loot. Switch equipped. You got new your karakter en pak dat wapen. En dat is mooi. Die is namelijk nog aan een light 12. Worden wel ietsje sterker. Het schiet nog niet heel erg op natuurlijk. The shard of the traveler. This is it. Right out of our vision. Oh, vet. Ik weet niet wat het is in ieder geval. Ik weet niet wat de traveler natuurlijk is. Light, zeg maar, ja. Die ons geholpen heeft. Vroeger. Om ons te verdedigen. Tenminste, dat is een beetje het verhaal. Het is allemaal nog een klein beetje onduidelijk natuurlijk. Ze hebben in ieder geval aangegeven dat ze meer in de verhaallijn gaan komen. Ik heb nog een
ik heb geen granaten, ik heb geen light natuurlijk. Vet wapen trouwens dit. Nieuwe helmet. Meteen even erop zetten. Dan zijn we wat sterker. Uit 14, even kijken. En dit zijn boots. Oeh. Get to the chart. Veel mogelijk vijanden verslaan. Glimmer kan ik weer in de farm, kan ik weer allerlei dingen kopen. Gloves. Omgeving zijn altijd super vet in deze game. Oei. I think we scared them away. Oeh, even kijken. Wij hebben een nieuw wapen. 21, die is wat lager. Shotgun. Geval wat omhoog. Nog een helmet. Nee, die hebben we niet. Is niet sterker. This is why we were led here. I haven't been as close to the Traveler's Light since. Do you feel it? Okay. Hold on to your helmet. Bad bitches. Do you feel it? The light is back. We're back. Eyes up, Guardian. Dawnblade, Warlock, subclass. Dus dat is mijn specialty. Die kan weer laden. Use the light. Hold on to your helmet. Ah.
down. Bitch. Level increase. Open your character screen and spend your upgrade point. Nou, dan gaan we dat maar even zien. Even kijken wat we allemaal hebben. De 21 is niet hoger. Die is wel hoger. Dan gaan we naar light 20 in ieder geval. Lijkt ook wat hoger. En hier. Wat hebben wij? Upgrade point. Healing rift. Kon je wel of light het? Oké. Dan gaan wij die erop zetten. En qua wapens hebben wij nog niks beters gekregen, zo te zien. En we worden trouwens teruggegooid naar Albert. Dat is heel erg mooi. Ik weet niet precies wat nu de bedoeling is. Wij kunnen natuurlijk eventjes naar... naar de farm gaan. Ik denk ook dat wij verder gaan, automatisch. Misschien gaan we wel naar de farm toe. We zullen nog een beetje uitzoeken natuurlijk in het begin. Wat we precies krijgen. Ik krijg geen spoilers namelijk. Dat is niet leuk natuurlijk, omdat ik gewoon zelf het verhaal wil helemaal ondervinden. Guardians New Corrector, co-op play en Crucible PvP available. Kijk, dat is heel mooi. Dus, we zijn nu ook echt helemaal in de lobby met iedereen. En we gaan even kijken wat we hier allemaal hebben. You and I walked together as the tower burned. Milestone updated. The Crucible complete. Twee matches. There's a love of the fight in you, I think. Why can't these rookies in the Crucible be more like you? Nee. Don't lurk about, Warlock. Until next time. We moeten trouwens hierboven. Dat zie ik wel. Wat is hier? Explosions make everything better. Even kijken wat we allemaal hebben, jongens. Wapens. Handcannon. Pulse Rifle. We hebben trouwens ook Glimmer. Ik weet niet of het echt verstandig is om die dingen te kopen altijd, want dat is uiteindelijk meestal zo dat je gewoon in de singleplayer gewoon, of in de multiplayer gewoon allemaal dat soort dingen krijgt. Dus of dat echt zo slim is, dat weet ik niet. We gaan in ieder geval even naar boven hier. Well, look at you. You got your life back. Ja, we hebben nog een life. We krijgen hier al iets gratis, zo te zien. There are a lot more survivors out there, and you need our help. Ik ga voor de chest. Catch you later. Commander's Blessing. En die kunnen we hier voor opzetten even. En dit was hem denk ik al. Dus hier niet iets wat wij moeten doen hier nog. Ja. We kunnen nog even kijken hier. The dreams have changed. And now I know why. Sorry, there's no item available. Decorating, this might be home. En dat is hier.
Eververse. What? You thought a bit of apocalypse would shut down Eververse? Not like. Okay, zilver aanschaffen. Thank you. Requires level 20. Oké, okay, dat ben ik voorlopig nog even niet hoor. Postmaster is natuurlijk dingen waar je die je laat liggen op de grond als je in een missie bent. Onder andere en extra dingen als je bepaalde ranks, als je bepaalde uplevelt. Nou, we gaan in ieder geval naar Orbit. En dan gaan wij deze aflevering weer afsluiten. Vraag natuurlijk een like van jullie. Dat zou tof zijn natuurlijk. En we kijken wat we allemaal moeten doen. Open Director. The Crucible is natuurlijk online gedeelte. Earth. En, wow, we zitten hier. Landing Zone. Dit is singleplayer en dit is Travel to Crossland. En ik weet niet wat dat is. Gaan we dat volgende keer gewoon kijken? Dat kijken we gewoon volgende keer, jongens. Geef je een like nog even op deze video. Tot de volgende keer. Bye bye. Later.